Voor mij vroeger ook wat magisch, als je het ziet branden. En ja, toen wou ik heel graag wou ik het leren om zelf zoiets voor mezelf zoiets moois te maken. En ik was gelukkig altijd een beetje creatief. Daardoor heb ik ergens een stageplek gekregen en heb ik het geluk gehad dat ik het heb mogen leren. Dus ik maak hier eigenlijk al een neon, zette het in elkaar. Ja, eigenlijk gewoon een totaalproduct maken. Ik ben Anne, ik ben neon designer en grafisch ontwerper. We zijn hier bij Neon Design Vintage en hier zie je bijvoorbeeld een van de ontwerpen die we onlangs hebben gemaakt. Nou, hier zijn we in de glasblazerij, de echte werkplaats waar het echt gemaakt wordt. En de ontwerpen die we zojuist hebben gezien in de computer, die gaan naar de glasblazer. Die zijn één op één op ware grootte en die daadwerkelijk exact op de tekening worden glasgeblazen, zoals je hier kunt zien aan de brandplekken. Op deze tafel zie je eigenlijk allerlei poeders, het zijn fluorescentiepoeders. Die worden gemengd met een binder en die worden eigenlijk letterlijk in het glas gegoten. Dat gaat er helemaal doorheen en dan wordt het neergelegd op de föhn om te drogen. Oké. Ja, deze oven eigenlijk, als het glas gepoederd is en klaar, dan gaat het in de oven. Nou, de oven die leggen we helemaal vol, want hij gaat een hele nacht op ongeveer 500 graden gaat hij aan. Dan komen ze eruit, maar dan zien ze er nog steeds zo uit. Daar moeten nog elektrodes aangezet worden. Wij lassen die eraan. Okay. Je zet hem eerst aan de pomptafel vast. Dan testen we hem of alles niet lek dicht is, maar lekvrij is. Nou, daarna stook je hem in principe op om de lucht zo heet mogelijk te krijgen en om de elektrodes uit te stoken in principe. Als je dat gedaan hebt, zuigen we hem helemaal leeg. En dan doen we vervolgens daarna het gas er pas in. Op het moment dat het gas eigenlijk in de glazen buizen is ingebracht, dan doet hij eigenlijk nog steeds niks. Maar op het moment dat ze daar stroom op zetten op de elektrode in combinatie met het gas, gaat het gas oplichten. En dat heel is simpel dus, gezegd. En dat is dan dus dat neonlicht. Dat is de glow van de neon. Dit is zo'n karakteristiek kunstwerk wat wij hier in onze straat hebben met de IJsselon aan de onderkant. En ook in dezelfde kleur heeft de IJsselon ingericht in het Delfts blauwe. En we hadden heel veel last zeg maar, met overlast van het knipperen van het licht. Wilden we eindelijk eens een keer een duurzame en ook wel een mooie oplossing om dit kunstwerk gewoon aan te lichten. Ja, en dat hebben we nu geconstrueerd zeg maar. Het ziet er schaterend uit nu.